Heel kort met jullie even samenvatten. Wat wil GroenLinks? Wat wil GroenLinks in Nederland? En dan begin ik als eerste met het thema wat je niet zou verwachten van GroenLinks. We willen de overheidsfinanciën op orde. We hebben ongelooflijk veel moeten lenen en ongelooflijk veel geld moeten uitgeven om de bankencrisis te bestrijden. En door de economische crisis die eruit voortvloeide, krijgen we veel minder geld in de staatskast terug. Dat kan zo niet blijven. Het zal hersteld moeten worden en dat vraagt om pijnlijke ingrepen. En GroenLinks is bereid om die te doen. Ten tweede, wij willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Waarin iedereen mee kan doen, in de gelegenheid wordt gebracht om mee te doen, naar vermogen. Een samenleving waarin we werkgelegenheid hebben voor iedereen. Waarin het niet telt wat je afkomst is, waar het niet telt of je man of vrouw bent als het gaat om een deelname aan het economisch leven. En niet of je migrant bent of autochtoon, maar iedereen kan meedoen en iedereen doet mee naar vermogen. Dat was nummer twee. En nummer drie is, we willen onze economie vergroenen. Dat betekent die economie zodanig inrichten dat economische groei en economisch presteren hand in hand gaat met het terugdringen van de milieubelasting. Het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het terugdringen van al datgene wat leidt tot verspilling en uiteindelijk betekent dat we de aardbol voor onze toekomstige generaties letterlijk opeten. Drie punten maar. En als een rode draad daardoorheen loopt dat wij die drie dingen willen bereiken zonder dat dat ten koste gaat van de kwetsbaren in onze samenleving. Niet ten koste van de ouderen. Niet ten koste van die vele mensen die afhankelijk zijn van de zorg. Niet ten koste van kinderen en ook helemaal niet ten koste van onze migranten door die als tweederangs burgers te gaan beschouwen en daar maar eens op te gaan bezuinigen. En dat is ook net het grote verschil tussen GroenLinks en partijen als het CDA en de VVD. Waar de gevolgen van de bankencrisis wordt afgewenteld op de meest kwetsbaren in onze samenleving. En dat is een politiek die wij niet willen en die we kost wat kost zullen weerstaan en daar alternatieven tegenover zullen zetten.